komen. Because that is why you are here this morning. Want daarom bent u hier vandaag. That moment you were seen before. Dat moment dat u toen gezien hebt. And he healed you. En het heeft u aangeraakt. God is saying that I'm more than able to heal you. God zegt, ik ben meer dan in staat om u te genezen. In a car that is rolling down. Op dat moment vond u zich in een auto die aan het rollen was. Maybe the end has come. En u zegt misschien dat het was het einde. He is able to deliver every man. Hij is hier om ieder mens te bevrijden. Is the deliverer. Want hij is de bevrijder. There is no situation that God cannot deliver. Er is geen situatie wat God niet aan kan. And by the time Jehoshaphat began to remind God, en toen Jehoshaphat hem begon te herinneren, the glory of God came down. Kwam de glorie van God. And God spoke from his throne. En God sprak vanuit zijn troon. That battle is not even your battle. En hij zei, die strijd you is niet eens uw strijd. The book of Chronicles chapter 20 verse 15. Vers 15. He started to speak to an ordinary man. Hij begon te praten tot een gewone man. That this battle is not your battle. Deze strijd is niet jouw strijd. I think that the type of battle I want to fight. En dat is de strijd die ik when wil strijden. When Almighty God will say that I'm taking over your als with de Heer battles. Zegt, ja, ik neem uw strijd over. That was the type of covenant that God had with Abraham. Dat is een covenant.